Wilken die kwam bij ons in ons gezin toen hij bijna 2 jaar oud was. Hij is net als mijn zus en ik geadopteerd uit Zuid-Korea. Dus onze ouders zijn Nederlandse ouders. We waren heel blij dat hij kwam. We hebben hem van Schiphol opgehaald. Zo ging het nog in die tijd. Dat je geadopteerde kinderen van Schiphol ophaalt. En hij was gewoon super lief. Op de basisschool gaat het minder goed met Wilkim. Hij heeft problemen met leren en gaat naar het speciaal onderwijs. Na het reguliere LBO, een niet afgemaakte grafische opleiding, volgt hij de schildersopleiding. Hij werkt kort als huisschilder, maar heeft last van de hoge werkdruk. Daar merkte je eigenlijk al in die periode dat hij was vrij perfectionistisch, maar hij had ook wel faalangst en was vrij onzeker over zichzelf. Ja, dat toch wel een beetje ging schuren. En in die periode raakte hij ook wel depressief. Daarvoor is hij ook onder behandeling geweest bij een psychiater, heeft ook een medicatie daarvoor gekregen. En eigenlijk vanaf dat moment, zeg maar na zijn vervolgopleiding, ging het echt slecht met Wilkim en heeft er zelfs een zelfmoordpoging gedaan. De volgende ochtend vond mijn moeder hem. Ze heeft toen de ambulance gebeld en toen is hij naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Maar hij heeft toen wel 3 maanden op de paasafdeling verbleven. Ondanks verschillende reïntegratietrajecten werkt Wilkim daarna niet meer. Wilkim maakt 2 reizen met zijn zus Natasja naar Zuid-Korea. Daar ontmoet hij ook zijn biologische moeder, wat een fijne ontmoeting voor haar en voor Wilkim is. In 2014 gaat Wilkim voor de 3e keer naar Zuid-Korea. Alleen. Dat vond ik op zich wel spannend, omdat we toen al wel het idee hadden dat het niet zo goed ging met Wilkim. Hij is toen wel weer gelukkig terug in Nederland gekomen. Alleen toen hij weer terug in Nederland kwam, mijn ouders die hebben hem van Schiphol opgehaald. Mijn ouders merkten meteen, er is echt iets misgegaan. Wat weten we niet? Hij wilde eigenlijk helemaal niks kwijt over de reis, wat er was gebeurd. Hij was zijn koffer kwijt. Hij was in de war. Dus mijn ouders hadden echt zoiets van, wat is daar gebeurd? En vanaf dat moment, vanaf het moment dat hij weer thuis was uit Zuid-Korea, is het eigenlijk echt bergafwaarts met Wilkim gegaan. Hij had steeds meer een teruggetrokken leven. Hij verwaarloosde zichzelf. Hij brak eigenlijk met al zijn vrienden. Hij nam zijn telefoon niet meer op. De buren klaagden. Er hoort ook steeds vaker verhalen dat hij veel in Meppel rondzwierf. En dat hij ook, wat hij ook blijkbaar gedaan heeft, is dat hij op terrasjes zag hij nog wel eens een leeg of een half leeg bierglas staan. Dat dronk hij dan op. En mijn ouders die vonden ook heel veel lege bierblikjes in zijn schuur. Dus die maakten zich op een gegeven moment echt zorgen. Zo van, hij is toch niet te veel aan de drank. Op een gegeven moment is er een incident waarbij politie wordt ingeschakeld. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. De politie brengt Wilkim naar de crisisopvang. En toen hij eenmaal in de crisisopvang zat, toen leek het gewoon ook alsof hij gewoon niks meer kon. Contact was er eigenlijk niet meer. Hij was echt aan het wegglijden. Dat vonden we natuurlijk heel moeilijk. We hadden echt zoiets van, dit is niet alleen maar een depressie, er is meer met Wilkim aan de hand. We zaten allemaal een beetje in de richting te denken van, heeft hij misschien Korsakoff? En ook de psychiater bij die crisisopvang zat een beetje in die richting te denken. Wilkim gaat voor verder onderzoek naar een neuropsychiatrisch centrum. Het syndroom van Korsakoff wordt uitgesloten en verder onderzoek leidt tot de diagnose frontotemporale dementie. Voor ons was het wel een opluchting om eindelijk te weten wat hij had, maar het was natuurlijk ook wel heel verdrietig. Omdat het ook wel heel definitief was. Na een zoektocht wordt voor Wilkum een plek gevonden in verpleeghuis Nieuw-Graswijk, waar men net een nieuwe afdeling start voor jonge mensen met dementie. Eigenlijk zaten we naar mijn idee al best wel snel met onze handen in ons haar van nu hebben we iemand, een jong iemand met dementie en eigenlijk weten we nu niet
wat we moeten doen. En we zagen dat hij heel erg veel bewegingsvrijheid nodig had. Maar aan de andere kant zag je ook dat andere bewoners het niet prettig vonden, zoals hij over de gang rende. En soms uit zijn onmacht of duwde die iemand of duwde iemand anders of kwam er ineens ergens iemand vandaan, wat ook wel vervelende situaties opleverde. Je wilt de veiligheid van iedereen waarborgen en je wilt aan iedereen zijn wensen voldoen. Alleen merkte je dat dat op dat moment niet meer samenging. Dus hebben we besloten om Wilkin vast te zetten in een rolstoel, zodat zijn bewegingsvrijheid werd beperkt en andere bewoners weer rustig over de gang konden lopen. Dat Wilkin vastzit in de rolstoel helpt niet. Hij wil nog steeds bewegen. Hij haalt de rolstoel uit elkaar, scheurt zijn kleding en slaat zichzelf. En zelfs vastzitten in een zware rolstoel kan hem er niet van weerhouden om zich te verplaatsen. Wilkin was slim genoeg. Die kwam ook nog met een rolstoel met kleine wielen vooruit. Dus op een gegeven moment hebben we ervoor gekozen om hem vast te zetten. De rolstoel vast te zetten op een plaat, zodat hij niet meer uit zijn appartement kon komen. Dit is niet wat je voor iemand wilt, maar eigenlijk ook machteloos. Omdat we eigenlijk ook niet wisten wat we moesten doen. Ondanks dat Wilkin een enorme behoefte aan bewegen heeft, wordt hij daarin steeds meer beperkt. Voor de familie van Wilkin is het moeilijk om daarmee geconfronteerd te worden. Nou, dat vonden we eigenlijk wel te ver gaan. In de eerste plaats, mijn moeder was er echt heel verdrietig over. Die had ik huilend aan de telefoon en die zei, ja, Wilkin is toch geen beest dat je moet vastzitten. Ze hadden maar ook niet om toestemming gevraagd voor deze vrijheidsbeperkende maatregel. Ik was zijn mentor en ik wist er helemaal niks van. We zijn toen ook wel echt het gesprek aangegaan met het verpleeghuis, met zijn persoonlijk begeleider die hier ook ontzettend veel moeite mee had. Met de arts die eigenlijk ook niet zo goed met de situatie raad wist, maar ook met de directie die ook wel te kennen gaf van dit is inderdaad geen goede zorg voor Wilkin. Ik was toen heel blij te horen dat het verpleeghuis ook een aanvraag had gedaan voor meer zorg en dat ze uiteindelijk ook het CCE hebben ingeschakeld, omdat ze zelf ook wel te kennen gaven, wij hebben de expertise niet in huis. We hebben hier toch wel echt hulp bij nodig. Om Wilkins gedrag te begrijpen, beginnen we bij frontotemporale dementie. Frontotemporale dementie ontstaat vaak op jongere leeftijd, meestal tussen de 40 en 60 jaar. Het is een neurodegeneratieve hersenziekte die ontstaat doordat hersencellen afsterven in de frontaal- en temporaalkwab. Het gebied in de hersenen waar gedrag, spraak, taal en beweging geregeld worden. Frontotemporale dementie kent drie varianten. De eerste, de gedragsvariant, kenmerkt zich door veranderingen in gedrag, persoonlijkheid, emoties en een verstoorde prikkelverwerking. Bij de tweede, de taalvariant, hebben mensen taalproblemen, zoals moeite met spreken, begrijpen, lezen en schrijven. Dit wordt ook wel primair progressieve afasie of semantische dementie genoemd. De derde variant, de bewegingsvariant, wordt gekenmerkt door veranderingen in iemands motoriek en moeilijkheden met bewegen, zoals trillen, moeite met lopen, vaak vallen en problemen met de coördinatie. Frontotemporale dementie leidt uiteindelijk in alle varianten tot geheugenstoornissen. Op den duur ook tot motorische problemen, zoals steeds minder goed kunnen bewegen en problemen met slikken. Verslikken kan leiden tot een longontsteking, een van de overlijdensoorzaken bij frontotemporale dementie. Daarnaast is er een risico op verstikking, omdat mensen met frontotemporale dementie de behoefte hebben alles in hun mond te stoppen, ook oneetbare zaken. Dit heet hyperoraliteit. Mensen met frontotemporale dementie overlijden allemaal op jonge leeftijd.
Veranderingen in het gedrag vallen bij mensen met frontotemporale dementie meestal als eerste op, waardoor er aanvankelijk niet aan een dementie gedacht wordt, maar eerder aan een psychiatrische stoornis. Omdat frontotemporale dementie relatief weinig voorkomt, wordt deze door artsen niet altijd herkend, waardoor het stellen van een diagnose soms jaren duurt. Bij Wilkim is sprake van frontotemporale dementie met een gedragsvariant. Dit heeft een aantal gevolgen. Ten eerste zijn zijn executieve functies verstoord. Daardoor kan Wilkim zijn impulsen niet onderdrukken en kan hij ingezette handelingen niet stoppen. Zo zingt Wilkim onophoudelijk de reclamejingle van het kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Maar ook zie je een enorme drang tot bewegen bij Wilkim. Als je beweegt, dan heb je natuurlijk dat die zintuigjes in je spieren en in je gewrichten, die worden geactiveerd. Nou, dat wordt geregistreerd door je brein. En bewegen is eigenlijk een hele sterke manier om jezelf te reguleren. Om jezelf weer tot rust te krijgen, of juist andersom, om weer een beetje meer alerter te worden. Maar bewegen is daarnaast eigenlijk ook nog een soort van, ja, hoe zou je het noemen, een organisator van alle prikkels die er bij je binnenkomen. Dus dat bewegen is van essentieel belang. Stel dat je nu mij vraagt om heel erg stil te blijven zitten, de hele tijd van dit interview, ja, dan wordt het echt heel lastig voor mij om goed te kunnen concentreren. Dus wat ga ik doen? Ik ga een beetje bewegen, ik pak mijn hand erbij. En alleen dat beetje was voor Wilke weer niet genoeg, hij moest meer hebben. En daar had je dus vervolgens weer het gedrag naar. Dat werd onrustig, hij ging zelfs met heel zijn rolstoel ging die huppen door de gangen heen. Hij ging echt heel fors op zoek toch naar die bewegingsprikkels. Om aan genoeg beweging te komen, rent Wilkim ook ongecontroleerd over de gang. Wat tot risicovolle situaties met medebewoners leidt, die bijvoorbeeld omvergelopen kunnen worden. Een tweede gevolg van frontotemporale dementie is hyperoraliteit, de neiging om van alles in zijn mond te stoppen. Bij FTD zie je wel regelmatig de behoefte van mensen om dingen in de mond te stoppen, om iets in de mond te voelen en om vooral ook om te kauwen. Dat zie je er echt wel vaak bij terug. En het was bij Wilkim niet anders. En als er dan iemand kwam en die zei van Wilkim, haal het stukje shirt maar uit je mond. En dan deed hij dat keurig eruit. En de verzorgende was om de hoek. En hij pakte het fonereepje en hij stopte het weer in zijn mond. Het was niet enkel om door te slikken, het was vooral ook om te kauwen. Kauwen is ook een bepaalde manier van bewegen, is ook een manier van reguleren. En eigenlijk best een goede. Zoals wij het ook wel eens doen op de achterkant van een pen. Of als we een kauwgom in de mond willen hebben. Dat is eigenlijk een hele goede regulatiemanier. Waarbij je niet heel veel aan beweging, grootse bewegingen nodig hebt. Maar die kauwbeweging aan zich is best regulerend. Dus op zich is kauwen niet verkeerd. Alleen als je dingen doorslikt die niet veilig zijn, dan komt het veiligheidsdingetje een beetje om de hoek kijken. Door de problemen met slikken die samenhangen met de frontotemporale dementie, ontstaat bij Wilkim het risico op verslikken en stikken. Om Wilkim en andere bewoners te beschermen tegen de risico's, wordt hij in zijn bewegingsvrijheid beperkt en vastgezet in een rolstoel. Allerlei spullen uit zijn kamer, die hij in zijn mond kan stoppen of stuk kan maken, worden weggehaald, zodat zijn leefomgeving enorm verschraalt. Er is dan sprake van onvrijwillige zorg, omdat Wilkim of zijn zus, die wettelijk vertegenwoordiger is, hier niet mee instemmen. Het gebrek aan beweging en de verschraalde omgeving leiden tot onderprikkeling bij Wilkim. Maar hoe zit het met onderprikkeling en frontotemporale dementie? Want behalve een effect op impulsiviteit en hyperoraliteit, heeft frontotemporale dementie ook een effect op de prikkelverwerking. Ja, bij FTD is het natuurlijk een proces wat aan de voorkant van je brein begint. Dus frontaal en temporaal, zo net boven je oren. Daarom heet het ook natuurlijk FTD. En met name ook in het voorste stuk van het brein vindt een heel groot deel van je prikkelverwerking plaats. En met name ook je prikkelreductie. Dus je krijgt die hele stofzoet aan prikkels binnen. Die gaan zo naar je hersenstam, op een gegeven moment naar de voorkant van je brein. En dan wordt het aantal prikkels wordt gereduceerd en dan kun je het een beetje gaan behappen. Dan juist daar zit het probleem bij FTD. Dus dat maakt het al wat lastiger om die stortvloed aan prikkels vanuit de omgeving te reguleren. En dan zie je juist dat mensen weer extra beweging en prikkels gaan opzoeken. Dat overprikkeling bij Wilkim leidt tot meer prikkels zoeken, heeft te maken met het gegeven dat Wilkim door zijn verstoorde executieve functies zijn impulsen niet kan onderdrukken
en ingezette handelingen niet kan stoppen. Daarbij komt dat Wilkim altijd al behoefte had aan veel stimulering. Ja, Wilkim is echt een prikkelzoeker. Hij wil extra muziek, hij is overal in activiteiten te vinden. Ja, en daarbij komt natuurlijk die FTD. Die ontremming die er dan plaatsvindt, met name dus aan de voorkant van dat brein, maakt juist ook dat hij de dingen nog wat extra meer gaat doen. Dus hij stopt er niet in, die ontremming zorgt dat hij altijd maar doorgaat. De combinatie van onderprikkeling, een grote behoefte aan de prikkels, de verstoorde verwerking van prikkels en zijn ontremming maken dat Wilkim binnen de beperkte mogelijkheden die hij heeft op zoek gaat naar prikkels en beweging. Hij gaat zichzelf slaan en krabben. Ook weet hij zelfs met zijn zeer zware rolstoel nog door de gang te bewegen, wat er uiteindelijk toe leidt dat hij niet alleen vastzit in de rolstoel, maar dat zelfs de rolstoel wordt vastgezet aan een plaat. Nog meer onvrijwillige zorg. Dat het team Wilkim uiteindelijk in zijn vrijheden beperkt, komt ook voort uit onmacht. Zij weten niet anders meer te bedenken. Maar waar komt die onmacht vandaan? Hier speelt een aantal organisatieaspecten. Ten eerste is door een reorganisatie en vele personele wisselingen de multidisciplinaire samenwerking op dat moment niet goed. Iedere discipline heeft vanuit zijn of haar vakgebied meegekeken met het zorgteam. Er zijn omgangsadviezen gegeven en er is medicatie voorgeschreven. De betrokken professionals hebben echter geen gezamenlijke analyse van het gedrag en de situatie op de afdeling gemaakt. De verschillende adviezen zijn dus niet gebaseerd op een integraal beeld waarop men systematisch interventies heeft kunnen doen en evalueren. Doordat iedereen vervolgens op zijn eigen manier met Wilkim omgaat, reageert Wilkim ook steeds onvoorspelbaar, wat de onmacht in het team vergroot. Daarnaast is sprake van onderbezetting. Daarom is het niet mogelijk om Wilkim blijvend de extra begeleiding te geven die hij wel nodig heeft. En ten derde is een gebrek aan kennis in het omgaan met jonge mensen met dementie een factor die bijdraagt aan de probleemsituatie. Deze drie organisatiefactoren maken ook dat onvrijwillige zorg wordt toegepast. En tot slot laat de familie duidelijk weten niet in te stemmen met de inzet van onvrijwillige zorg voor Wilkim. En ook dat vergroot hun onmacht. Rond de organisatieaspecten, hier links in het plaatje, is een aantal veranderingen doorgevoerd. Het multidisciplinair team stelt nu gezamenlijk een plan van aanpak op, volgens de richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie. Deze richtlijn is van Firenzo, de Vereniging voor Specialisten Ouderengeneeskunde. Daarin vormt een gezamenlijke analyse van het gedrag van Wilkim in de context waarin hij woont de basis. En in dat plan worden interventies en evaluatiemomenten opgenomen. En ik denk dat we elkaar als team veel meer hebben gevonden. Dat je multidisciplinair, doordat je multidisciplinair gaat werken, samen en naar kijkt en ook de disciplines die eigenlijk, waarbij je niet het eerste aan denkt, toch meeneemt. Omdat je merkt dat iedereen wel kennis over iets heeft. En misschien niet zozeer direct betrokken hoeft te zijn, maar wel door met elkaar te sparren over een casus je veel breder kunt kijken. Om invloed uit te oefenen op de ervaren onmacht neemt een klein zorgteam van verzorgenden de begeleiding en verzorging van Wilkim vervolgens op zich. Een externe consulent en de psycholoog van het team coachen hen in het aanbieden en doseren van de juiste prikkels. En tot slot krijgt het zorgteam met de rest van het multidisciplinaire team deskundigheidsbevordering van de consulent over frontotemporale dementie en prikkelverwerking. Ook bij Wilkim zijn verschillende interventies uitgevoerd. De eerste is gericht op het reguleren van zijn prikkels. Ja, we hebben gekeken naar het sensorisch profiel van Wilkim en daar zijn we bij aangesluiten. Dus waar zijn dingen hem tot last en welke activiteiten, welke manier van begeleiden sluit aan bij zijn profiel? Nou, het eerste wat we toen gedaan hebben is het bewegen. We hebben vastgesteld dat bewegen goed voor hem is, het reguleergedrag vermindert. Dus aannemelijk dat we daarmee zijn gaan starten.
Bijvoorbeeld door dagelijks een flinke wandeling te maken, minstens 45 minuten. Het complex lag heel mooi in de rand van het bos, dus dat was ook goed mogelijk daar. Duofiets hebben we ingezet, vrijwilligers hebben daarbij geholpen. Maar ook in de ADL, hem betrekken bij het klaarmaken van de tafel bijvoorbeeld. Dus we hebben op verschillende facetten gekeken hoe letterlijk het aantal minuten van bewegen op een dag te vergroten, uit te breiden. Er is geïnterveneerd op het reguleren van de prikkels die Wilkin binnenkrijgt, passend bij zijn profiel. Maar er is ook gekeken naar de match tussen Wilkin en verzorgenden. Ja, wat we ook naar gekeken hebben is de rol van de ander. Dus de verzorgende, de mensen die op bezoek kwamen. Hoe kunnen die daar onderdeel van zijn om dat bewegen uit te breiden? Nou, wat blijkt bij Wilkin, maar wat je sowieso vaak ziet bij FTD, die mensen die zijn heel erg snel geneigd om de ander na te doen. Dus als die ander in de actie komt, gaat Wilkin daarin mee. Als jij gaat wandelen, loopt Wilkin zo met je mee. Maar dat gebeurde ook binnenshuis. Dus met activiteiten kon Wilkin snel volgend zijn in wat die ander deed. En dan is het mooi om dat profiel van Wilkin te leggen naast het profiel van die ander. Wat heeft die verzorgende voor een profiel? Is dat ook een prikkelzoeker? Ja, dan zie je als vanzelfsprekend de match. Is dat juist misschien een prikkelvermijder? Dan heeft hij misschien echt wat extra's nodig om aan te sluiten bij Wilkin. En tenslotte wordt Wilkin geholpen in het reguleren van prikkels door extra aandacht aan visuele prikkels te geven. Ja, vanuit de FTD, de kracht van het zien, die hebben we eigenlijk ook zijn we gaan benutten in de manier van communicatie met Wilkin. Dus dat we meer zijn gaan kijken naar wat hij ziet, in plaats van dat we verbale, oftewel auditieve informatie gingen gebruiken. En dat werkte goed. Hij kon heel snel begrijpen als hij iets zag, wat hij vervolgens ook moest gaan doen. Dus dat FTD, dat begint aan de voorkant, maar juist het visuele stuk van de verwerking van informatie zit wat meer achterin. Dus die gaf goede, betrouwbare informatie, waardoor hij de wereld weer wat makkelijker kon begrijpen. En ook in de interactie met de ander wat makkelijker kon volgen. Hyperoraliteit is vaker gegeven bij frontotemporale dementie. Het is dan dus de vraag hoe om te gaan met die orale behoefte. De arts heeft meegekeken. Maar uiteindelijk kwam de vraag ook wel bij de ergotherapie terecht van ja, wat kunnen we Wilkin bieden zodat hij aan deze behoefte, dat we aan die behoefte kunnen voldoen. We hebben toen wel gekeken naar verschillende manieren van bijtmateriaal. Doordat Wilkin natuurlijk een gezonde jongen was, had hij wel zijn tanden en kiezen. Dus moesten we ook wel rekening mee houden dat wat we hem gaven, dat hij dat niet stuk kon bijten. Dus uiteindelijk kwamen we wel op een soort bijtringen uit, speciaal geschikt voor, nou ja, vooral waar we het met name vonden was ook wel in de gehandicaptenzorg, waar ze dat meer gebruikten. Maar toch zag je dat Wilkin eigenlijk een soort van bijtring, dat daar al heel gauw, dat hij daar geen concentratie of interesse meer voor had en het maar weggooide, maar wel de behoefte bleek te hebben. Uiteindelijk kwamen we eigenlijk gewoon op een simpele handdoek uit, waar die op koude, maar die niet stuk kreeg. Dus die niet draad voor draad weer uit zijn mond kwam. Want dat was eigenlijk wat we bij zijn kleding zagen. En waardoor je eigenlijk wel wilde dat hij dat niet deed. Want je wilde niet dat hij zich in die lange draden zou gaan verslikken. Wat we ook nog geprobeerd hebben is om met zijn hypooraliteit om te gaan. Is om te kijken van kunnen we Wilkin inderdaad op meerdere momenten in de dag eten aanbieden. Omdat we de prikkeling van de mond erg belangrijk vonden. We hebben gekeken van als we de eetmomenten meer over de dag verdelen, kunnen we dan aan zijn behoeften tegemoetkomen. We hebben ook wel gekeken van nou, en kunnen we meer naar eten kijken waar hij bijvoorbeeld op kon zuigen. Dus we hebben gekeken naar lollies, maar in verband met toch het gevaar op verslikken hebben we daar niet voor gekozen. Maar meer gekeken van wat vindt Wilkin lekker en kunnen we dat meer over de dag spreiden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een huiselijke inrichting het probleemgedrag bij mensen met frontotemporale dementie kan verminderen. Daarom wordt de zeer verschraalde kamer van Wilkin opnieuw ingericht. We hebben samen met de familie gekeken van wat is herkenbaar voor Wilkin, waar zou hij zich prettig bij voelen? En daarbij ook in samenspraak gekeken van nou oké, wat we nu terugplaatsen, dat accepteren we ook dat het kapot kan gaan. Dus zo hebben we ook zijn eigen gitaar weer teruggeplaatst, foto's opgehangen, de tv weer teruggeplaatst met een videorecorder. Samen gezocht naar videobanden van Bassie en Adriaan. De bank weer teruggeplaatst, zodat Wilkin ook weer momenten zelf op de bank kon zitten, rustig voor de tv bleef zitten. En je zag ook eigenlijk dat hij zijn eigen spullen helemaal niet vernielde, wat we
waar we eigenlijk in het begin best wel bang voor waren. Van, hoe zou die daarmee omgaan? De interventies hebben resultaten opgeleverd. Zijn medicatie wordt afgebouwd. Hij slaat zichzelf niet meer en hij trekt zijn kleding niet meer stuk. En vooral, Wilkums bewegingsvrijheid neemt toe en de onvrijwillige zorg wordt afgebouwd. Nou, dat was voor ons natuurlijk het allerbelangrijkste, dat hij niet meer het grootste deel van zijn dag vast zat in zijn rolstoel. Dat was eigenlijk gewoon wel het doel van het CCE-traject. Om ervoor te zorgen dat Wilkum zoveel mogelijk een menswaardig leven zou hebben. En dat was voor ons vooral dat hij ook gewoon kon doen wat hij nog kon. En dat was vooral natuurlijk rondlopen, bewegen. Hij was nog hartstikke jong en in het lopen en bewegen kon hij zijn energie nog kwijt. En dat zagen we ook echt wel als voor hem nog zeg maar het stukje kwaliteit van leven. Door ook multidisciplinair nu te kijken en meer samen te werken met collega's die je ook niet meteen bij deze casus of bij een casus zou inschakelen, maar door samen toch met elkaar te sparren, merk je dat iedereen eigenlijk wel een inbreng kan leveren bij een casus. Al is het niet meteen fysiek aanwezig, maar wel door met elkaar te overleggen. We hebben een sensorisch profiel gekregen en we merken dat we dat nu breder kunnen inzetten. Ook dat kun je eigenlijk was niet waar wij nog heel veel kennis van hadden. En we hebben gemerkt, doordat we dat nu meer gebruiken, dat het bij heel veel bewoners iets op kan leveren bij de prikkelverwerking. Wat mij met name van deze casus heel erg is bijgebleven, en dat we Wilkum zo beperkt hebben, is de bewegingsvrijheid. Het was een gezonde jongen, ondanks zijn ziekte. Maar hij kon goed bewegen en dat we hem zo beperkt hebben in zijn bewegingsvrijheid. Dat doen we op dit moment echt niet meer.